denk dat het belangrijkste is dat die nieuwe weg is gewoon heel vet. Dat is heel leuk. Dus het is dus minder een nieuwsbericht met COVID of oorlogen of weet ik veel wat. Maar meer met meer biodiversiteit, ja, meer water, goedkoper voedsel, meer lol met elkaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Goedemorgen, welkom in mijn camper Geraldine en welkom bij de eerste aflevering van Blik op Vooruit. Ik ben nu onderweg naar Ties van der Hoeven, die woont daar in Hedel met zijn gezinnetje, net over de Maas bij Den Bosch. En hij neemt ons zo meteen mee naar de Eco Oasis in de Henriëttewaard. Het is een dome, een soort Garden of Eden on steroids. En daar gebeuren hele bijzondere dingen op het gebied van ecologie. En ja, het maakt onderdeel uit van het plan om niet alleen maar Den Bosch, maar uiteindelijk ook de Sinaï-woestijn in Egypte te gaan vergroenen. Ja, daar moeten we natuurlijk meer over weten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat je laat inspireren. En met z'n allen die blik op vooruit. Daar zijn we. Ties, goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Dan leave me hanging, bro. Alles goed? Lekker. Kappen geweest? Zeker. Jij? Ik ook. Ja, welkom jongen. Ja, dank je wel. Geraldine. Zeker. Ik hoop dat je een beetje vereerd voelt, want dit is gewoon de allereerste aflevering van Blik op Vooruit. Dat voel ik me zeker. Leuk dat je er bent. Ik heb je net al een beetje geïntroduceerd. Ik heb ook al gezegd dat we naar de Henriëttewaard gaan. Naar de Eco Oasis. Daar ga je straks allemaal meer over vertellen. Klopt. Maar ja, Ties, voor de mensen die jou niet kennen, vertel eens even wat meer over Ties. Wat heb je gestudeerd bijvoorbeeld? Poeh, wat heb ik gestudeerd? Ja. Kustmorfologie. Kustmorfologie. Kustwaterbouwkunde. Dat wil je als kind natuurlijk al worden. Kustmorfoloog. Mijn hele verhaal hoe ik daarop ben gekomen is vrij grappig. Want ik was eigenlijk, ik ben maar naar één open dag gegaan in mijn leven. Dat was de Kunstacademie in Rotterdam. Oké. Advertising. En toen sprak ik met mijn opa, die altijd wel een beetje een inspiratiebron is geweest in mijn leven. En die zei, Ties, je moet een baan zoeken waarmee je naar het buitenland kan gaan. Want dan zie je veel van de wereld en dan leer je veel meer. Dat had hij zelf ook gedaan. Ja. En hij heeft een technische achtergrond. En hij zei van, god, je hebt toch al zoveel gezeild. Moet je niet een technische opleiding gaan doen? En toen ben ik eigenlijk een jaar gaan reizen in het buitenland. Nam mijn moeder wat foldertjes mee van technische opleidingen en toen zei ik ook baggeren. Nou, vanuit de kustmorfologie ben ik de bagger ingegaan. En waar Nederland natuurlijk geschiedkundig bekend om staat. Ja. En dat geeft inderdaad de mogelijkheid om de hele wereld te kunnen bereizen. Okay. Zowel op een consultancy vlak als op het bouwen. Hè. Dus ik heb beide gedaan. Dus ik heb een tijd lang in voor Hans Koning gewerkt, ja, als een maritieme consultant. Dus dan moet je echt denken aan eilanden ontwerpen, dijken, steenbestortingen, haventjes, alles. En daarvan was de palmboom in Dubai het bekendste. En daarvan was ik de projectmanager, de ontwerpprojectmanager. Lekker. En je opa was trots na het buitenland? Ja, zeker. Ik heb nog veel met hem in zijn laatste fase van zijn leven hebben nog... Ben ik eigenlijk steeds dichter bij hem gekomen. Juist ook om hierover te kunnen praten en zijn ervaringen, die van mij. En, ja, nee, zeker. Daar was hij heel trots op. En dat was voor Haskoning. Ja. En later ben je ook echt in de baggerindustrie gewerkt? Ja, heb ik weer de stap gemaakt naar de baggerij. Om daar echt betrokken te zijn bij de uitvoering van het werk. En nog meer te leren. Soms leer je een heel slim ontwerp puur op kosten. En daar leerde ik eigenlijk het ontwerpen echt op uitvoering gebaseerd. Dus dat, ja, is toch een andere manier en dat ben ik daar gaan doen. Ja, en toen 19 januari 2016 veranderde heel mijn leven dat
Malik mij belde. Malik Boekeboes. De voormalige, ik zie hem niet uit, de voormalige projectmanager van het Suezkanaal in Egypte. En die was benaderd door de Egyptische overheid over de vis die aan het verdwijnen was in een lagune, Bardewiel. Dat ligt aan de Middellandse Zee, aan de noordelijke kant van de Sinai. Ja. Ja, of wij daar niet iets voor konden doen om die vis stand terug te krijgen. Ja. Ja, en sinds die dag, als goede vriend van me, weet je dat, is mijn leven enigszins veranderd. Toen ik de vraag van Malik kreeg, ik vergeet het nooit meer, ik reed in de auto van Antwerpen terug naar Den Bosch. En hij vertelde, vis was aan het verdwijnen in een lagune. Voor iedereen, een lagune is een meer wat in verbinding staat met de zee. Ja. Dus wat enige spoeling kent vanuit de zee. Dus het is een zoutmeer. En wat je vaak ziet in woestijnrijke gebieden, dat de verdamping overheersend is ten opzichte van die spoeling. Ja. Dus mijn eerste vraag was aan Malik, is het een heel zout meer? Ja. Dat was inderdaad zijn antwoord. Ja. En toen zei ik aan Malik, dat is volgens mij niet zo moeilijk. Dat is gewoon de deur naar de zee openzetten. En we zijn baggeraars, dus we moeten de inlets. Ja. Dus de openingen, grote maar als leek zeg je dan, hé, wacht even, als je die deur openzet, komt er alleen wat meer zout binnen. Ja, nee, maar dat is dus niet zo. Want in het meer, als er dus weinig verspoelt, verdampt er zoveel. Ja, ja. En als het verdampt, is het zoet water. Dus ja. Hou je het zout over in het meer en wordt het meer zouter en moet je het weer spoelen eigenlijk met zee. Ja. En dat kende ik vanuit mijn jeugd, want ik heb heel mijn jeugd. Gezeild op de Oosterschelde met mijn ouders. Ja. Waar door het de bouwen van de Oosterscheldekering het getij eigenlijk is geremd. Hè, dus daar hebben we eigenlijk de inlet verkleind. En heb ik gezien wat dat betekende. Dus ik zei op mijn gevoel, je moet gewoon die deur openzetten. Ja. En toen zei Malik, als een fantastisch iemand die mij vanuit het management eigenlijk bescherming gaf om dit intuïtieve gevoel verder uit te bouwen. Hij zei, Ties, ga er maar voor. Ik heb wel wat ruimte in budget intern. En ik was toevallig bezig met een student voor een golfbreker in Uruguay, totaal ergens anders, wel nature-based. En die heb ik opgebeld. Ik zeg, laat alles vallen, we gaan dit doen. En de dag daarna, 's ochtends, zat hij bij me. En zijn we een numeriek model, dus dat is een soort computermodel die heel zo'n getijdengolf na kan bootsen in zo'n meer. Ja. Zijn we gaan bouwen. Ja, en vanaf daar was dat een cascade van positiviteit wat over ons heen kwam. Wat we konden betekenen voor de mensen daar. Ja, en sindsdien, ik ben toen een beetje in een soort, hoe zou ik het zeggen? Ik heb een klein beetje alles losgelaten toen. Psychose light, kunnen we het zo doen? Ja, psychose klinkt meteen negatief, maar dit was een... Het hikte er absoluut tegenaan. Ja. Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat ik gek werd. Maar vrienden en familie letten wel op me, want dat deed ik zelf niet meer echt. Ja. Ik dacht dat ook. Ja. Nee, dat was heel bijzonder. Na een paar weken ging het van het meer over in het sediment in het meer wat we moesten baggeren om meer vis te krijgen. Waarom zouden we dat niet vergroenen? En ik dacht alleen maar, god, heel Nederland is ongeveer opgebouwd uit zoute sedimenten, dus dat kan daar ook. Dus ik was niet echt de literatuur in gelezen waarom het niet zou kunnen. Ja. En ik vergeet nooit meer dat mijn toenmalige vriendin een keer zo'n foto maakte op het station waarop stond. Hij was zo naïef dat hij niet wist dat het niet kon. Nee. En daarom kreeg hij het voor elkaar. Ja. Nou, en ik denk ook absoluut dat dat de kern is van ons geheel. Ik was geen ecoloog, de mensen om ons heen waren dat niet. We waren onwijs gedreven om iets positiefs te betekenen voor de mensen die daar wonen. En indirect ook voor de druk die de hele vluchtelingen op de samenleving in Europa gaf. Ja. Naar de polarisatie. Ja. Die in sommige dingen best terecht is natuurlijk. En dat gaf een drive die ongekend was. En wat ik al zei, ik heb elk framework losgelaten op intuïtie. Gaan werken en toen ging het al snel van meer naar vergroene woestijn. Ja. En daar kwam op een gegeven moment uit dat als we dat deden, dat ik sterk het vermoeden kreeg dat we regionaal/globaal
gehele weerspatronen kunnen aanpassen. En met weerspatronen moet je gewoon zien, als een land vocht heeft, wordt het niet zo warm, want ja, dan kan het heel veel water verdampen. Maar als het een woestijn is, dan wordt al die zonne-energie omgezet in de hitte, daarom is het er ook altijd zo warm. Ja. En dat creëert een wind, waardoor je waterdamp van de Middellandse Zee eigenlijk naar de Indische Oceaan verplaatst. Ja. Ja, hoe? Wat ook allerlei consequenties heeft, toch? Ja, nee, gigantisch hoor. Dat gaat aan, dat hikte aan tegen de mogelijke hoofdreden hoe de patiënt moeder aarde ziek is geworden. En verwoestijnd is in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En waarom er zoveel slecht weersystemen zijn gekomen in Zuidoost-Azië. Ja. Nou, begrijp me niet verkeerd. Het waren niet alleen mijn vrienden en mijn familie die dachten dat ik af en toe op het randje liep. Maar daarin ook de wetenschappelijke wereld. Maar al snel kwam ik toen John Liu tegen. Nou, die kwam ik niet toevallig tegen. Ik heb me helemaal suf gebeld om Common Land te spreken. Een bekende Nederlandse vergroener. Of iemand die bezig is met ecosysteemherstel. En die had een documentaire gemaakt met John Liu op tegenlicht. Genaamd Green Gold. Ja. Waarin ze eigenlijk lieten zien, de Chinezen in 25 jaar. Een gigantisch gebied, zo groot als Nederland. Ja. Lees, zo groot als de Sinai, hadden vergroend. Ja, en toen kwam ik bij John Liu, dat was eigenlijk de eerste persoon, samen met de baas van Rijkswaterstaat, die me niet gek verklaarde, maar volgens mij me ook niet altijd konden volgen, maar wel voelde dat de intentie en de intuïtie heel puur was. Ja. Dus er was niet iets gecreëerd om iets te kunnen roepen. Maar er was op intentie ergens tegenaan gelopen, waardoor we het gevoel kregen dat we dit moesten delen. Ja. Een heel andere manier van hoe dingen soms tot stand komen. Ja, en die heeft me omarmd en heeft eigenlijk tegen me gezegd, moet je eens luisteren, jij moet naar China komen en je moet een week met mij door Le Plateau heen gaan reizen. Ja, en toen reed ik met John Liu door het Lusplateau. Ja, dat is. En toen zag je dat het kon. Ongekend. Ja, maar het ging veel verder, joh. Ik heb dus in mijn leven veel mogen reizen. En eigenlijk continu werd ik op de neus gedrukt van, we zijn alles aan het slopen. Ja. En had ik eigenlijk zelf altijd de intentie om ook geen kinderen te krijgen, omdat ik dacht, dit gaat helemaal niet goed. En na mijn trip in China had ik besloten dat ik daarop terug zou komen. Mooi, ja. Omdat ik daar zag dat natuurherstel veel meer is dan een bloemetje, een bijtje of een druppeltje water. Ja, wat hebben ze maar daar in China voor elkaar gekregen? Ja, het is een gebied zo groot ondertussen als Frankrijk. Waar men een volledig semi-hoogberggebied, dus het Lusplateau, wat een droog, kaal gefroten landschap was, met een zeer arme bevolking, waarbij zoveel gronderosie plaatsvindt dat de Yellow River heet door het sediment. Ja. En dat veel overstromingen en doden tot haar gevolg heeft, dat sediment. Ja, hebben ze in 25 jaar tijd veranderd tot de appelschuur van China, waar de gemiddelde inkomensstijging 300 tot 400% is. En waarbij riviertjes weer kabbelend naar beneden gaan, bossen terug zijn gekomen in combinatie met agricultural lands. Maar veel belangrijker, als je er rondliep, was men weer trots op zichzelf, ja, op hun eigen cultuur en op hun community, op hun samenleving. Ja. Dus je voelde dat men weer voor elkaar zorgde, dat er ruimte kwam door het natuurlijk overschot. Dat er ruimte kwam om er weer voor elkaar te zijn. Wat je volgens mij in deze huidige samenleving, en daarbij hebben we wel vaker de discussie gehad, dat we dat op dit moment steeds meer aan het missen zijn. Ja. Ja, hey, als dit dan lukt in de Sinai-woestijn, wat zijn dan daar de positieve gevolgen van? Wat denk je, wat hoop je? Ja, dus laten we eerst beginnen op de kleine schaal. De verwachting is dat we 10 tot 20 keer zoveel vis in een regeneratieve manier, met andere woorden, kunnen
vis kunnen we vangen terwijl de natuur zich nog steeds herstellend is. Ja, dat betekent gewoon dat er in principe geen werkloosheid meer is. En dat een bevolking die nu van armoede en honger en hitte en zware overstromingen van drama aan elkaar hangt, waar echter nog wel steeds belangrijke indigenous cultuur nog steeds genesteld is met de Benuïde mensen, moslims. Ja, ik denk dat deze mensen vol terug in hun kracht kunnen zetten. Ook hun eigen cultuur, wat een hele mooie en misschien wel veel wijzere cultuur is dan onze consumptie- en productiemaatschappij. Ja. Ja, dat het leven van 250.000 mensen binnen een aantal jaren in zeer positieve zin gaat beïnvloeden. Ja. Ja, en als je dan het window verder trekt, dat ligt er heel erg aan hoe snel wij dingen willen en hoe snel we dingen ook zouden moeten. Ja, is mijn verwachting dat je de hele Sinaï leefbaar en productief zou kunnen maken. Dus ik denk dat je daarmee zowel een deel van de bevolking in rustige stappen vanuit de Nijl-delta, waar veel te veel bevolkingsdruk is, naar de Sinaï zou kunnen krijgen. Ja. En dat de food security en water security van de Sinaï, maar ook van Egypte, gestabiliseerd kan worden. En hopelijk op de langere termijn dat het goedkoper kan worden. Hoeft het niet meer geïmporteerd te worden. Ik heb geen zin om over de oorlog van de Oekraïne te praten, maar we snappen allemaal dat dit soort landen daar ongelooflijk hard door worden geraakt. Ja, en dit genereert gelijkheid in zo'n land. Hè? Want goedkoper water, voedsel en energie. Want als er een stabiele klimaat komt, heb je minder energiebehoeften daarvoor. Ja, betekent gewoon meer gelijkheid in zo'n samenleving. En ik denk dat we dat in heel de wereld nodig hebben. Maar zeker in dit soort landen. Waarbij je dan dus ook kan nadenken over beter onderwijs, et cetera. En uiteindelijk, wederom, hoe snel we het willen doen, slingeren wij nu een wetenschappelijke hypothese al sterk onderbouwd met verschillende universiteiten en de start van het onderzoek, dat als je die Sinaï-woestijn vergroent, dat het vocht wat verdampt is op de Middellandse Zee niet meer voor een belangrijk deel via de wind naar de Indische Oceaan gaat, maar dat het de Nijlvallei ingaat en eigenlijk gaat beginnen aan meer regenval in Noord-Afrika. Oftewel aan het vergroenen / ecologisch herstellen van de Sahara. Kijk. En als je dan bedenkt over wat voor oppervlakte je het hebt, betekent dit dat dit een hele andere extra knop geeft om te draaien aan bijna alle crisissen waar we nu als samenleving / zorgt, mensheid, tegenaan lopen. Want COVID, biodiversiteit, watertekorten, overstromingen, klimaatverandering. Het is allemaal dezelfde crisis. Ja. Het is de ecologische achteruitgang van ons natuurlijk systeem. Wat nog steeds vele malen groter is in energetische omvang dan wat wij als klein soortje bepalen. Met andere woorden, dat betekent ook in Nederland, kijk naar de stikstofproblematiek, naar de biodiversiteitsproblematiek, naar de huidige energiecrisis. Je hebt natuurlijk herstel in een veel belangrijkere prioriteit kan gaan zien. Ja. En waardoor we veel sneller met elkaar iets kunnen gaan doen. Sorry als ik soms een beetje veel praat. Maar dat niet alleen. Natuurherstel kan niet één rijk bedrijf of één iemand doen. Natuurherstel doen we met z'n allen. Dat is gewoon handwerk. Dat is liefde. Je kan geen bio-industrie-achtige methodiek toepassen op natuurherstel. Want ecologie is verbinding. En dit betekent dus eigenlijk dat we moeten gaan begrijpen dat wij
één zijn met onze gehele organische familie. Wat DNA-technisch ook klopt, hè. Ik geloof dat 90% van jouw DNA overeenkomt met de banaan. Ja, het is heel stom, maar het is letterlijk zo. Het is onze familie. Dus specifiek ik. Nou ja, ik denk dat het bij jou wel iets meer dan bij mij, maar waarschijnlijk in procentuele uitdrukking is er niet zoveel. Nee, maar zonder gekheid. We moeten weer terug naar waar we vandaan komen. Ja. Nou, misschien is dat wel een mooi bruggetje. We rijden nu de Henriettenwaard op, de polder. Wat is dit voor plek, Ties? Ja, dit is A, vlakbij waar ik geboren ben. Dus voor mij letterlijk mijn geboortegrond. En hiervoor zijn we in 2017 eigenlijk door de gemeente gevraagd om mee na te gaan denken hoe we hier natuurherstel zouden kunnen inrichten. Want het is een polder, hè? Ja, het is een polder en het is de Diezemonding. Dus het is een belangrijk ecologische hub. Oftewel, hier stroomt de Dommel en de A, grofweg 2/3 van Brabant, uit in de Maas. Ja, precies. We zijn hier geland een jaar geleden op verzoek ook van de gemeente, of in samenwerking met de ecologische kant van de gemeente, om bij een boerderij die al een tijd geleden, 15 jaar geleden geloof ik, is uitgekocht, om daar ons ecologisch lab te bouwen. En ons ecologisch lab is letterlijk wat het is, een klein mini-ecosysteempje. Volledig geïnspireerd door John Todd en Mia Miaan. Twee belangrijke ecologische pioniers uit deze wereld. Die komen ook in Engeland? Nee. John Todd is een Canadees die nu in Amerika woont. Is een ecologisch engineer / pionier. En bouwde al vanuit de jaren 60 in de hippie tijd. Nature-based manieren om water te zuiveren, om voedsel te produceren. En hij is bekend geworden door de New Alchemist. Het is een fantastisch man en is een volledig werknemer bij ons. Op leeftijd begrijp ik, hè? Ja, hij is... In principe pensioenrechtelijke leeftijd. Ja, nou, de ruim over. Elke dag zegt hij zelf dat hij de zon weer op ziet komen is een cadeautje. Ja. Zeker nu hij het gevoel heeft dat zijn kennis echt wordt begrepen en wordt overgenomen. Heel simpel gezegd ben ik volledig onder les bij hem, eigenlijk al sinds een aantal jaar. Hebben we een sterkezelfde manier van denken. En Miaan is 25 jaar lang de hoofdonderzoeker geweest van de Europese Commissie op Klimaatverandering. Ja, en is baanbrekend geweest en een hele tijd zijn werk niet opgepakt. En nu weer wel. En hij is baanbrekend geweest in het feit, zijn zin is water budgets, water, soil is the womb and vegetation is the midwife. Wacht even voor de mensen die niet zo goed zijn. Ik zal hem uitleggen in het Nederlands. Okay. Als je omgeving nat is, is het kouder, dus krijg je meer neerslag. Dat water wordt opgeslagen in je grond. En dat water wordt geharvest uit de lucht, geoogst, door je vegetatie. Dus klimaatverandering, dat wist men eigenlijk al vanaf het begin. Hij heeft twee pilaren. Het verbranden van fossil fuels. Maar verreweg de grootste pilaar is je land en nearshore use. Ofwel wat je met je land doet. En we weten eigenlijk al sinds de Agricultural Revolution dat we in zeer belangrijke mate het watermanagement van ons land beïnvloeden. Ofwel waterstanden doen laten dalen. Waardoor er minder water ter beschikking is om te verdampen. Waardoor het warmer wordt. En daarin heeft hij baanbrekend succes gemaakt. En heeft mij daarin ook geholpen. Want wat ik in het begin al zei. Dat is dadelijk een mooie brug naar ons fysisch model. Wij waren geen ecologen. Dus we spraken ook niet altijd de taal. Maar ja. Dit soort belangrijke mensen om ons heen. Hebben ons daar onwijs bij. Maar het is wat je geholpen. Nu zegt is natuurlijk wel heel, heel belangrijk. Want eigenlijk zeg je. Dat de focus die er momenteel is op het maar reduceren van de uitstoot van CO2, dat wellicht ook een hele goede discussie is, maar dat die eigenlijk veel verder zou moeten gaan en dat de focus veel meer verlegd zou moeten worden naar water en de rol van water en waterdamp in het opwarmen van aarde. Ja, ik ben altijd heel voorzichtig in dit, want ik wil geen verdere ribbeling veroorzaken voor mensen die nog steeds proberen klimaatverandering te ontkennen om daar
om die voeding te geven. Maar wat je net zei, de tunnelvisie op CO2 is, de tunnelvisie op CO2 is inderdaad erg beperkt. En we moeten veel meer kijken naar de rol van water. Ik moet heel even tegen de buurman uitleggen dat ik het ben. Ik ben het hoor, Ties. Oké, Ties, waar zijn we? Ja, we zijn bij de Eco Oasis. En dit beginnen even bij het begin van het hele systeem. En hier hebben we eigenlijk twee poelen waarin we nabootsen wat de huidige problematiek is in het oppervlaktewater in Nederland. En dat begint eigenlijk hier in deze kleine poel. Waar we een overschot aan nutriënten toevoegen. Wel al bekend in deze tijd, dat is de stikstofproblematiek. Ja. Dus hier voeden we eigenlijk met name met vogelpoep en varkenspoep een overschot aan nutriënten in het water. En vanuit hier gaan we de doom in. En de doom is erg geïnspireerd op een idee wat John Todd voor ons had gemaakt. Hoe we eigenlijk een heel, dat laat ik zo binnenzien, een heel klein ecosysteempje hebben. In een klein atmosfeertje. Ja. En het idee is dat dit een fysisch modellab is. Want ik kwam zelf, wat ik al zei, uit de kustwaterbouwkunde. En om Nederland water veilig te krijgen, hoef je niet alles te snappen. Dus we weten niet welke storm of wat er ook aan gaat komen. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat we een bepaalde veiligheid willen behalen. Nou, en vaak wat we bij de kustmorfologie doen, is als we het niet allemaal snappen, dan doen we een klein fysisch modeltestje opzetten. Bijvoorbeeld met golven om te kijken hoe sterk een dijk moet zijn. En dan doen we de kleine golfjes op en dan kijken we of dat klopt. Nou, en die methodiek vanuit de waterveiligheid proberen wij als de Weathermakers eigenlijk te implementeren met ecologisch herstelprojecten. Om te laten zien dat ecologisch herstel eigenlijk de eerste manier is echt om je weer te gaan herstellen. Ja. Vandaar ook dat we de Weathermakers heten. En we noemen het de Weathermaking Approach. Dus eigenlijk op een veel positievere manier je land weer vochtig krijgen. Want dat is wat een ecosysteem doet. Ja. En vanuit dat vochtige krijg je weer meer verdamping, krijg je stabielere neerslag, et cetera. En dat is wat we hier in het klein laten zien. En lukt dat? Ja, dat lukt ontzettend goed. Maar dat zal ik zo wel binnen laten zien. Maar ik denk dat het belangrijkste van de hele ecodome is dat iedereen zelf, want we werken nu met de provincie, met aannemers, met allerlei verschillende stakeholders, dat ze zelf het weer gaan ontdekken. Ja. En ik heb mijn naaste beloofd dat ik niet een soort priester ga worden die probeert te vertellen hoe dingen werken. Ja. En dat heb ik zelf ook echt, dat zit helemaal niet in me. Maar ik wil eigenlijk veel meer mensen de mogelijkheid geven om zelf te ontdekken hoe we klimaatverandering op een veel positievere manier kunnen aanpakken. En dat wil je hier laten zien, hier in deze doom, hier straks in de Henriettenvaart. Ja, het is letterlijk nu deze opzet. Dat doen we als een fysisch modellab voor het ecologische herstelproject dat we hier in de Diezermonding gaan doen. Daar zijn we nu al 5-6 jaar mee bezig in samenwerking met de gemeente, de provincie en nu ook de aannemers. Om eigenlijk te gaan kijken, kunnen we hier niet functionele natuur neerleggen? Dus niet... nu is het landbouw eigenlijk, hè? Ja. Ja. En dat moet zometeen, moet dit functionerende natuur zijn die meetbaar impact heeft op... Het hele ecosysteem. Ja, want wij noemen dat de ecologische waardestapeling. Want het gaat niet alleen over CO2. Het gaat niet alleen over stikstof. Maar een heel ecosysteem produceert biomassa. En als dat doodgaat, als dadelijk de bladeren gaan vallen, dan zorgt dat dood organisch materiaal eigenlijk voor die sponswerking. Dat als het regent, dan zuigt dat organisch materiaal dat water op en gaat dat heel langzaam laten infiltreren in de bodem. Waardoor je je grondwaterstand weer kan opbouwen. Alles wat leeft heeft water nodig. Wij, maar ook de planten en de dieren. En als er altijd water ter beschikking is, dan krijg je exponentiële groei van de natuur. Ja. Nou, die kent iedereen tegenwoordig spijtig genoeg door de COVID. Maar eigenlijk proberen we daarmee te zeggen, als je de natuur in haar functie zet, dus in de combinatie van het aquatische en van het land. Water en land. Dat je eigenlijk een veel grotere positieve effect kan hebben op het afbreken van CO2, op het afbreken van stikstof, maar op het ontwikkelen van een vegetatie, wat eigenlijk weer schaduw creëert, wat microklimaatjes gaat creëren. Het stromende water wat hier doorheen gaat, dadelijk van de Diezen richting de Maas, kunnen we dan ook weer gaan zuiveren natuurlijk. Ja. Dat is wat we hier ook in het klein laten zien. En dan kunnen we laten zien dat al die kleine deeltjes van het ecosysteem in verbinding een hele sterke, veel sterkere, krachtige motor worden dan we doen. Want ik denk dat ik dat zelf ook ontdekt heb
In de huidige samenleving proberen we elk klein stapje ontzettend te optimaliseren. En daarmee creëer je een totaal niet efficiënt totaal systeem. Ja. Heel flauw voorbeeld. We hebben onze zorg heel erg geoptimaliseerd. Ja. Er komt een COVID-crisis aan en we lopen direct tegen de problemen. Ja. Nou, en wat de natuur eigenlijk doet, de natuur is helemaal niet efficiënt in elk stapje. Ja. Maar is als systeem mega efficiënt. Want de inefficiëntie van een aller, bijvoorbeeld een aller creëert behoorlijk wat warmte in het water. Maar daarmee verdampt het meer, waardoor je weer meer neerslag krijgt. Dus je krijgt allerlei positieve feedback loops in zo'n ecosysteem. Nou, en dat kan je eigenlijk alleen maar laten zien als je ook alle verschillende aspecten van het ecosysteem hebt. Dus laten we naar binnen lopen. Laten we naar binnen gaan. Wat meteen al even leuk is, Jaap, want dat zie je altijd beter van buiten dan van binnen. Je ziet hier nu eigenlijk al alle druppels op het zeil zitten. Ja. Nou, dat laat zien eigenlijk, dat is gecondenseerd water, wat door het ecologische systeem van binnen en natuurlijk door de warmte van de zon, de dag daarvoor is verdampt. En in de nacht dus terugcondenseert op het systeem. En dit is eigenlijk een microklimaatje wat we hier hebben. Nou, en hier komen we binnen in de Eco-Oasis. Wat meteen een uitdaging gaat zijn, geluidtechnisch gezien. Maar dat zien we zo wel. Nou, en hier staan we eigenlijk dus in een mini-ecosysteempje. Dus wat je ziet is, we hebben 12 tanks van ongeveer 2,5 kubieke meter. Waar we het aquatische ecosysteem nabootsen. Daar hebben we 2 verschillende aquatische ecosystemen. En we hebben verschillende habitats hier zitten. De habitats kom ik zo terug. Toen we net buiten stonden, zag je de 2 poelen. Ja. En in die ene poel vertelde ik je dat we nutriënten toevoegen. Dus eigenlijk een overschot aan stikstof. En die gaat hierachter in de eerste trein binnen. En hier groeien dus eigenlijk de algen die niet zo voedzaam zijn voor het aquatische ecosysteem. Nou. En deze algen voeden we aan het landecosysteem. Okay. Gewoon biomassa. Organisch materiaal. En je ziet daarachter, hoor je het druppen. Drupt eigenlijk vanuit deze aquatische trein. Hier zit een stroming door. Dus deze stroomt circulair. En wordt aan die kant gevoed door de poelen van buiten. Ja. Hier gaan we eigenlijk de eerste algen groeien. En algen, elke alg groeit met een ratio koolstof, stikstof, fosfor. Ja. Dus elke algen die hier groeien, veranderen de waterkwaliteit. Nou, en de algen die hier groeien, halen dus stikstof uit het water en koolstof en fosfor. En dat voeden ze aan deze bomen. En dit is eigenlijk onze eerste habitat. Straks ook in de Henriettenwaard, op hoger gelegen gebieden, gaan we een inheems bos maken. Ja. Dus een inheems bos is niks anders dan 25 verschillende soorten boomsoorten. Die hier al eeuwenlang hebben gegroeid. En de polyculturen noemen we dat, die bomen helpen elkaar. Dus die voeden elkaar, et cetera. En wat je dus hier ziet is, deze bomen zijn nog geen jaar oud. En je ziet hoe gigantisch groot ze zijn gegroeid. Want even voor de duidelijkheid, als deze boom was geplant zonder voeding vanuit deze tanks, dan was dat boom een stukje kleiner geweest. Ja, de eerlijkheid behoeft te zeggen dat het natuurlijk ook in een kast staat. Dus we hebben hier wel een optimaal temperatuur. Dat zijn we inderdaad allemaal aan het vergelijken. Maar absoluut, dat betekent dat die bomen nooit zo groot waren gegroeid. Ik heb zelf nog geen 500 meter bij mijn huis, waar je me net hebt opgehaald, ook een tiny forest gebouwd. Nou, hier zit ik nog niet aan na bijna 2 jaar groeien. Dus je ziet de absolute acceleratie van de juiste aquatisch ecosysteem met die algen in combinatie met het bos. Ja. En in tegelijkertijd, hè? Ja. Want dat is dus één functie, is dus het versnellen van het creëren van nieuw leven. Ja. En anderzijds zorg je ervoor dat dat poeltje wat daar buiten ligt, waarvan alles in zit, wat er eigenlijk in hoort te zitten, of niet wat er te veel in zit, ja, dat er minder in komt en dus daarmee gezonder water, wat allemaal bijdraagt aan een betere diversiteit. De afbraak van stikstof. Nou, iedereen kent het nu. Los van het feit dat we iets moeten doen aan onze intensieve landbouw, laat dit absoluut zien dat natuur ook een hele belangrijke oplossing kan gaan zijn. Dus dit haalt CO2 weg, het haalt stikstof weg. Ja. En op het moment dat je dit op grote schaal zou doen, dan zijn wellicht andere maatregelen minder noodzakelijk. Heel lekker grof gezegd, is een kwart van je biomassa is koolstof. Heb ik het nog niet over CO2, want dat is nog een groter.
Dus je zou kunnen zeggen, de hele biomassa die hier groeit is 1-op-1 te vergelijken met de CO2-footprint. Dit is eigenlijk het mini-ecosysteempje met de dome eromheen. Want hoe meer condensatie we krijgen, hoe makkelijker wij kunnen laten zien dat als er dus meer vegetatie komt, je ook weer meer regen gaat krijgen. Okay. Dus de dome waar we in staan is onze atmosfeer en ons mini-ecosysteem. Nou, dat met niet alleen. Met de zon als hele belangrijke aanjager. Ja. Ja, zon en water zijn daarin cruciaal voor onze de hoofdbasis voor ecologische groei. Dan niet alleen, je hebt vast wel eens gehoord van aquaponics. Ja. Een aquaponic is normaal dat je vissen in combinatie brengt met voedselproductie. Ja. In deze laatste... Dus de poep van vissen wat gebruikt wordt. De plas en poepen. Ja. Dat is het idee van de aquaponics. Ere wie ere toekomt, hè? Maar dat waren de Maya's en de Inca's die daar vroeger al heel veel mee bezig waren. Wat wij dus alleen eigenlijk toevoegen is ook nog de voedselproductie van een aquaponic. Nou, en wat je hier ziet, hier voeden we groentes met ons ecologisch geordend water, zal ik het zo zeggen. Dus heel dat aquatisch leven met microbes, met plas en poep en alles, brengt eigenlijk weer heel die grond terug in leven. En kan je veel grotere groei krijgen. Nou, we doen hier al testen. En wat we nu al zien, ik zie tomaatjes. Geen boer zijnde, dat we 20-30% meer groei krijgen dan als je dit met grondwater zou besproeien. Ja. En je hoeft dus geen chemical fertilizers of iets anders toe te voegen. Geen mest? Ja, dus dit doen we ook om te laten zien dat in een goed aquatisch ecosysteem, heb je dus minder grond nodig om eenzelfde hoeveelheid voedsel te produceren. Dat eerlijk gezegd na een tijdje, want dat ecosysteem moet zich gaan herstellen. Je ziet het nu slecht door de condensatie, als het helder is hier meer. Maar hier zitten honderden kleine visjes in. Nou, deze visjes zijn... Dit is eigenlijk het meer? Ja. Dit is de lagune in Egypte, bij wijze van spreken? Precies, ja. En vanuit hier stroomt hij weer terug naar de grotere pool buiten. En hier laten we dus zien, we meten hier alles vanuit waterkwaliteit, vanuit biodiversiteit, vanuit de groei die we hier plaatsvinden. Hier laten we eigenlijk zien wat een ecosysteem in totaliteit kan opbrengen als groei. En dat is wel grappig, want dat zeiden we net al. Niet elk stukje ecosysteem is zo efficiënt. Dus laten we nou in godsnaam niet alleen maar focussen op een bos om onze CO2 te benaderen. Maar juist op onze wetlands, op onze veengebieden, veenweidegebieden. En daarmee kan je dus een veel grotere kracht monitoren, wat een functioneel ecosysteem kan doen. Ja. En dan zie je dus dat we naar de toekomst toe een veel leukere en prettigere manier hebben om met elkaar klimaatverandering, voedsel, drinkwaterproblemen aan te pakken. En dat is wat we hier in het klein doen. Dus als jouw advies is eigenlijk aan iedereen van, joh, sta je niet blind op één oplossing. Sta je niet blind op kleine veranderingen. Kijk naar natuur, kijk naar de zon, kijk naar het water. Ja. En wat die samen eigenlijk in staat zijn om te doen. Versnipper niet, pak niet één stukje ecosysteem eruit. Als je iets gaat doen, maar doe het meer. En ik ben hier niet om te zeggen hoe alles precies moet. Ik ben alleen de mensen om ons heen, die oudere mensen... En nemen wij het stokje over om zelf de mogelijkheid te creëren voor mensen om hier te komen en te zien wat we kunnen doen als we het gehele ecosysteem met elkaar durven te herstellen. Helder. Laten we lekker naar buiten gaan. Top. Even bij zitten. Helemaal goed. Zeker, jongens. Het is hier een beetje zelf. Kies, we lekker zitten. Yes. Zo. Nou, hè? Leuk. Nou, Thies, zitten we dan. Cheers, gozer. Proost. Dank je. Op de toekomst. Absoluut, op de toekomst. Want als ik jou moet geloven, dan ziet hij er wel redelijk rooskleurig uit. Nou, er zijn nog heel veel hobbels die we overheen moeten gaan, maar ik geloof in positiviteit. En ik geloof dat we absoluut een hele grote kans komt op een positieve toekomst. Zeker. Want als je het over hobbels, wat zijn dan nu de grootste uitdagingen om dit
daadwerkelijk zeg maar voor elkaar te krijgen? Nou ja, kijk, bij het samenbrengen van mensen en of het verbinden zit er altijd stressen, belangen, fricties uit het verleden, die je ook niet altijd van tevoren kan overzien. Dus ik weet dat die wel gaan samen, die wel op ons pad gaan komen op momenten, zowel hier in de Henriëttewaard als op de Cini, zijn we nu echt, zitten we heel dicht bij een mogelijke start. Ja. Nou, en dan ga je mensen echt bij elkaar brengen en die moeten echt samen gaan werken. Nou, en we weten allemaal dat elke vorm van een relatie met iemand anders altijd gewoon werken is. Ja. En dat er uitdagingen zitten. Dus die zitten er, maar die zijn volgens mij ook alleen maar leuk. Maar die moet je overkomen. Oké. Okay. Hey, en nu zag ik net dat toevallig John De Leeuw hier is. Ja. Dat is volgens mij ook een van jouw inspiratiebronnen. Ja, nee, zeker. Absoluut. Ik bedoel, veel mensen in deze tijd maken problemen of dingen complexer. En John Leeuw heeft het voor mij heel simpel gemaakt. Dus hij is daar een absolute leider en inspiratiebron voor me. En als hij in Nederland is, hebben wij een huisje voor hem gehuurd, dat hij ook gewoon dicht bij ons is. Dus dat hij ook gewoon vaak er is om er gewoon te zijn. Ja. Daar springen de vonken altijd vanaf. Leuk. Jazeker. Hey, en als we inspiratiebronnen hebben, ik denk dat jij voor een bepaalde groep mensen al een inspiratiebron bent. Maar dit is natuurlijk nog geen verhaal wat de mainstream media heeft gehaald, wat heel veel mensen heeft bereikt. Maar wie zou jij het liefst zelf willen inspireren? Ah, nee. Zelf inspireren zijn vooral mijn vrienden en mijn familie als persoonties. Maar als je het gaat over mijn werk, gaat dat natuurlijk, of over ons werk als de Weathermakers, gaat dat veel verder. Hè? En ik denk, daar hebben we het samen ook al over gehad. Ik ben als persoon verre van perfect. Maar heb ik wel gemerkt in mijn eigen pad de afgelopen 6 jaar, dat je wel heel veel kan bijdragen als je echt durft te verbinden. En we hebben het altijd een beetje uit de mainstream media gehaald, omdat die vrij giftig is op dit moment, zal ik het zo zeggen. Dat gaat wel veranderen in de komende tijd. Zowel over de Henriëttewaard als over de Cini, als over de Weathermakers zelf. Omdat we echt een volgende stap willen maken. En ik hoop dat we daarmee mensen kunnen inspireren op het pad. Dus ik nodig ook altijd iedereen uit die zich geïnspireerd raakt. Bijvoorbeeld ook door deze samenzit van ons. Kom langs, voel je niet geremd als je geïnteresseerd bent of eens wil kijken. En je hoeft niet met een concrete vraag of bijdrage te komen. Maar ik vind het inspireren van deze plek is voor iedereen. Dus ik kom zeker langs als je dat wil doen. En voor mezelf haal ik heel veel plezier uit lesgeven op van allerlei verschillende niveaus. Ik heb laatst een hele cursus gegeven op de Universiteit Leiden. En als je dan regel ik graag een nazitdag met al die studenten. Ja, als ik echt hoor dat die studenten daardoor het idee hebben gekregen dat het pad waarop ze opzitten wel degelijk ook een positieve bijdrage kan hebben. Ja, dan ben ik trots. Hè? Want het nadeel van ecologische herstelprojecten, dat duurt gewoon lang. Ja. Omdat het echt over samenwerking gaat en samenwerking heeft tijd nodig. Net zo lang in de Cini als hier in Nederland. Ja. Maar het inspireren en mensen op dat pad brengen is voor mij zijn nu absoluut de hoogtepunten waarop ik ook het geduld blijf houden om daar zo lang uit te zitten. Ja, en ik denk natuurlijk wel dat er best wel veel mensen zijn die in dat wereldje zich begeven van ecologie, biologie, duurzaamheid, klimaatverandering, dat die jou enorm goed weten te volgen, ook in jouw verhaal. Ik moet zeggen, het verhaal net ook wel, het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Heb je ook nog ideeën hoe je dit verhaal, wellicht in een wat simpelere vorm, wat meer sexy vorm, ook een beetje aan de man kan brengen? Ja, er zijn allerlei manieren waarop je dingen aan de man brengt. Maar een van de gedachtegangen, toen ik zelf begon met het nadenken over de Henriëttewaard, had ik heel erg een plek waar jeugd ook samen kon komen. Voor alle duidelijkheid, toen had ik ook nog geen kinderen, dus toen zat ik ook nog iets meer in het festival gedachtegoed met mijn hoofd. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om zowel de wetenschappers als de biologen, als de ecologen, als de waterveiligheid, als de businessmensen. We zijn, de Weathermakers is heel bewust gekozen een bedrijf en geen NGO. Maar zijn we ook bezig nu om te kijken in de stad of we niet bij de tramkade ook een mini-eco-oasisje kunnen bouwen. Om mensen te laten zien dat klimaatverandering gaat niet over minder.
maar gaat over meer, meer, meer van het goede. En er kan dan ook veel meer. Hè? Dus en daar zijn we met z'n tweeën aan het kijken of je niet een eco-oase kan hebben om mooi water te maken, om in een hotpot te kunnen zitten met een drankje erbij. Vanuit het dieselwater. Hè? Dan heb je een bijdrage in dat je het water zuivert. En heb je dat ook met genot. Want ik denk dat het belangrijkste is dat die nieuwe weg is gewoon heel, heel vet. Dat is heel leuk. Dus het is dus minder een nieuwsbericht met COVID of oorlog of weet ik veel wat. Maar meer met meer biodiversiteit, meer water, goedkoper voedsel, meer lol met elkaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou ja, ik denk dat in ieder geval een hele positieve blik op vooruit is. Zelf denk ik ook dat het hard nodig is om te laten zien dat er ook manieren zijn om problemen simpelweg op te lossen in de plaats van ze te managen, aan de slag te gaan. Je zei het al een beetje van, ik ben ook niet, ik weet niet hoe je het omschreef, maar niet 100%, hè, zei je nou? Ja, ik ben verregaande volgens. Oh, niet perfect, ja. Perfect. Nou ja, en kijk, ook misschien leuk om te weten is dat de blik op vooruit ook wel bedoeld is om de mensen die wellicht net in hun hersenen iets anders geprogrammeerd zijn, iets anders denken, vaak creatief zijn, wellicht ook een beetje chaotisch, vaak in die ideeën blijven hangen, wat minder goed in de uitvoering zijn. Jij hebt het toch voor elkaar gekregen om dingen daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Hier staat gewoon een fucking doom. Heb je nog misschien nog een soort van boodschap voor iedereen, juist ook wellicht de jonge mensen die met dromen zitten, met ideeën zitten, maar wellicht net als jij in het begin dachten van wow, dit gaat me nooit lukken. Ja, want hetzelfde als wat we net vertelden over het ecosysteem. Ecosysteem is niet efficiënt in elk stapje, maar creëert daardoor een heel sterk team. Als je naar een team kijkt, bijvoorbeeld als de Weathermaker. Waarin juist in een imperfectie op je mindere kant geeft de volledige mogelijkheid voor andere mensen om met jou samen een sterk team te vormen. Ja. Dus ik geloof zelf heel sterk in diverse mensen. In mensen die bijvoorbeeld, nou als ik naar mezelf kijk, ik ben zwaar dyslectisch, ik kreeg een woord op papier zetten. Maar daarom ging ik tekenen en kon ik op een veel makkelijkere manier hele complexe materie versimpelen op de tekening. En dat geldt voor heel veel mensen. Er werkt een jongen bij ons die minder goed zicht heeft. Het is aan het verminderen, maar die jongen is briljant. En die voelt heel goed aan met andere zintuigen hoe je kan doen. Dus hij is cruciaal in dat team. Dus ik denk, wat ik je net ook al in de auto zei, we zijn onderdeel van dit ecosysteem. Ja. En in deze huidige samenleving maakt mensen heel erg standaard mensen. Ja. Die standaard iets kunnen, wat we nodig hebben in ons efficiënte systeem. Wat eigenlijk als systeem niet zo efficiënt is. Dus volgens mij is de kracht vaak je eigen zwakte. Dat is de kracht dat je samenwerkt, waardoor jouw eigen kracht veel beter naar voren komt. Ja, mooi gezegd, Ties. En dan heb je ook nog de andere kant, hè? Want je zegt van er zijn allerlei dezelfde soort mensen. Ook waarschijnlijk in jouw gesprekken met allerlei organisaties, potentiële partners, stakeholders, dat je ook daar veel van dezelfde soort mensen ziet. Hè? Ook dat is natuurlijk heel mooi als daar wellicht wat meer diversiteit ontstaat op allerlei vlakken, maar ook juist met die mensen die wellicht iets anders denken. Wat denk jij dat mensen zoals jij, die niet perfect zijn, of ikzelf, die wellicht iets anders denken, wat denk jij dat zij toe kunnen voegen aan organisaties die wellicht nu veel meer bezig zijn met risico's en managen en terwijl ze eigenlijk alle uitdagingen hebben waar ze wellicht ook op zoek zijn moeten gaan naar creatieve oplossingen? Ja, je hebt het zelf eigenlijk al gezegd, hè? Op het moment dat je bezig bent met risico's, bezig bent met geen gekke gebeurtenissen, ook in teams, in je organisatie en dergelijke, mis je elke vorm van echte opportuniteit die er is. En elke vorm van niet doorontwikkelen is wat mij betreft een vorm van stilstand. Dus ik denk dat iedereen die net wat anders is, net wat anders voelt, altijd een verrijking is voor een organisatie. Dat wil niet zeggen dat al die organisaties daar al klaar voor zijn. Ja. Dus het kent een vorm van geduld, een vorm van vol blijven houden, maar blijf vooral ongelooflijk bij jezelf. Hoe lastig dat soms ook is, dat kan ik ook vanuit mezelf spreken. Ik heb ook zeker geen makkelijke tijden gekend in mijn leven. Dat ik me anders voelde of dat ik dacht van, waarom kan ik dit nou niet of dat nou niet.
Maar heb geduld en ben niet bang om over, wat ik net al zei, ben niet bang je zwakte te tonen, want dat is de echte basis van een teamverband. Een voetbalteam bestaat ook niet helemaal uit spitsen. Dat werkt ook niet. En dat wij niet alleen in onze landbouw of in onze samenleving af moeten van een monocultuur, maar meer naar een polycultuur is een zekerheid. En ik denk dat dat we in een moment zitten dat er zoveel dingen aan het veranderen zijn, dat we elke andere vorm nodig hebben om die verandering ook echt op een fatsoenlijke manier en een robuuste manier te doen. Precies, ik denk dat je hem zelf perfect hebt afgesloten. Ja, zo. Ik wil jou bedanken voor je tijd, bedankt voor de rondleiding en je mooie inspirerende woorden. Zeker. En drap een biertje. Doen we. En nog een glaasje water. Top. Doe nog een knuffel. Oké, doe. Alright, man. Bon. Even afbouwen. Take it away. Gaan. Oh, ja. Nee, grapje. Alright. Happy? Het hele gesprek opnieuw willen doen. Helemaal. Het hele gesprek opnieuw willen doen.